Ik hoop dat je niet recent je auto nog hebt gewassen, want momenteel hebben we weer met Sahara-stof te maken. En in combinatie met wat regen komt dat stof uit de atmosfeer naar beneden. En dat zorgt dan voor zo'n vies laagje op de autoruiten. En hier zie je dat ook mooi op de foto terug. Als je met je hand over die autoruit heen gaat, dan zien je vingers er zo uit. Even die stofpluim in wat meer detail kijken. Vanuit Noord-Afrika werd met die zuidelijke stroming dat stof naar onze omgeving gevoerd, maar als we de animatie dan even laten lopen, dan zien we ook hoe de komende dagen de hoeveelheid stof zich weer voornamelijk beperkt tot het zuiden van Europa. Dus kan je met een gerust hart weer je auto gaan wassen. Nou, naast dat stof hebben we natuurlijk ook met bewolking en neerslag te maken. Vanavond nog uitgestrekte wolkenvelden. En vanuit het zuiden komt weer een gebied met wat intensievere regen onze kant op. Zal vooral wat gestage motregen zijn. Af en toe regent het net even wat harder door. En ook donderdagochtend is dat nog het weerbeeld waar we mee te maken hebben. Later op de dag komen vanuit het noordwesten wat buien overtrekken. En daarachter zijn er opklaringen. En dat is voordat de volgende regenzone, horend bij een lage drukgebied, ons land op vrijdag gaat bereiken. Dan nog eventjes in de weersymbolen. Vanavond dus veel bewolking en periode met regen. Een zwakke wind uit zuidelijke richting. En de temperatuur ligt dan rond een graad of 8. En tijdens de nacht gaat de wind al een klein beetje aantrekken. Gaat wat draaien naar een meer zuidwestelijke richting. En de temperatuur ligt dan rond 5 of 6 graden. En helemaal droog blijft het niet. Want ook in de nacht hebben we nog kans op een spatje regen. Morgenochtend een grijze start van de dag. Af en toe wat gespetter. En vanuit het noordwesten komen dan die buien later op de dag dichterbij trekken van noordwest naar zuidoost over het land. Maar voor die buien uit ook nog wel af en toe ruimte voor de zon. En dan stijgt de temperatuur naar zo'n 8 tot 10 graden. Maar later op de dag gaat die noordwestenwind aantrekken. Komt er vanuit het noorden koudere lucht onze kant op. Dus na passage van die buien gaat met die aantrekkende wind de temperatuur een paar graden omlaag. Nou, en dan komen we in die koudere lucht terecht. Dat gaan we vrijdag ook merken aan de maximumtemperatuur, een graad of 8. Af en toe een bui. Op zaterdag hebben we ook nog met een noordwestelijke stroming te maken. Kan er bij zo'n bui af en toe wat hagel of een klap onweer voorkomen. En vanaf zondag draait de wind naar het noordoosten. Komen we in een heel stabiel weertype terecht. Overdag flink wat zonneschijn en zo'n 6 of 7 graden. En in de nachten gaat het dan een paar graden vriezen. Dus dan komen we in heel stabiel winterweer terecht.